Ontevreden burgers van het Pamaka-gebied hebben vandaag de ingang van Nieuwmond Suriname gebarricadeerd. De mensen zijn van mening dat de multinational niet veel voor de gemeenschap heeft gedaan. Er is enkele jaren geleden een ontwikkelingsplan samengesteld door Nieuwmond en de Pamaka-gemeenschap. De gemeenschap vindt nu dat er geen zichtbare projecten worden uitgevoerd, zegt districtscommissaris Osea Bini van Pamaka. Eigenlijk was ik onderweg naar daar, maar toen ik kwam te Mungo daar bij die brug, kon ik niet langs, omdat ze die weg gebarricadeerd hadden met grote houtblokken. En die kan je niet gewoon weghalen met een tractor of zo, of ook een lijn dat weghalen. Dus was ik gestrand daar. Dus kan ik niet verder gaan waar de mensen actie voerden, maar ze hadden wel telefonisch met me gesproken. De overeenkomst die is gesloten tussen de gemeenschap en Nieuwmond heeft Jabini ontvangen van zijn voorganger en niet van het bedrijf. Op zijn beurt benaderde Jabini het bedrijf voor de uitvoering. Echter is hem voorgehouden dat het bedrijf geen zaken doet met de overheid, maar met het traditioneel gezag. De weg naar Lange Tabbetje is op twee plekken afgesloten. Als eerste gaat het om dat we ontevreden zijn met betrekking tot zichtbare projecten in het gebied. Dan gaat het over bijvoorbeeld watervoorziening, huisvesting, andere kleine projecten. Zoals het bouw van Amersteegers, bouw van afvullen bij dat van die bij wateroverlast. Dus eigenlijk laten ontwikkelen waar de mensen kunnen de wateroverlast kunnen overbrengen. Maar daarnaast hebben ze aangegeven aan mij dat het is zo is dat, dat er afspraak was met Nieuwmond dat bij vacature dat de voorkeur gaat aan mensen van het gebied. Maar ze hebben opgemerkt dat er vaak mensen van andere gebieden in dienst komen en zij die eigenlijk de voorkeur hebben niet in aanmerking komen. De Pamaka-gemeenschap zal de ingang blijven barricaderen totdat er goede afspraken zijn gemaakt over zaken die dringende aandacht nodig hebben in het gebied. Met name zaken die zijn opgenomen in het ontwikkelingsplan, maar niet zijn uitgevoerd.